Goed, dit is hem dan, de Arduino Tumbler. Het doosje waar alles in zit, daar gaat dus de korrels in. Dat is zwart aquariumgrid. Het servootje, een volksmond zullen het zeggen motortje, maar een servo is eigenlijk voor wat anders bedoeld. Maar dat is juist een lekker goedkope oplossing, dus zeer geschikt. Dat glimmende gedeelte, dat zijn allemaal muntjes die uit de tumbler zijn gekomen. Hier zijn de twee voedingen. Eén voedingetje voor de servo, één voedingetje voor de aansturing, de Arduino. Dat is omdat één voedingetje eigenlijk gewoon niet genoeg was. En dan krijg je allemaal rare tekens op beeld. Wil je niet, dus twee voedingetjes. Dit is het besturingskastje. Het besturingskastje is uiteraard zelf gemaakt. Het is op basis van de Arduino. Software is zelf gemaakt en het printje is zelf gemaakt. Drie knopjes bovenaf waarop je alles kan regelen. Groen in het programma genoemd GR. Zwart in het programma genoemd ZW. En RD van rood. Nou, dan zetten we even alles aan. De motor is trouwens, het loopwerk is op twee wieltjes, met vier wieltjes geprobeerd, maar eigenlijk stond hij dan toch maar op twee wieltjes te draaien, dus nu voorlopig even op twee wieltjes. Het servootje is een type wat eigenlijk te licht is, dus dat moet nog vervangen worden door een iets zwaarder type. Zijn besteld, maar helaas niet binnen voor 1 februari. Het is gemaakt met een klemkoppeling, waar je normaal gereedschap mee klemt, klem je nu deze mee. Zo, alles met één hand. Het is gelukt. Het belangrijkste is natuurlijk dat hij zo min mogelijk belasting heeft, dat het motortje zo vrij mogelijk draait. Dan blijft hij zo lang mogelijk heel. Het zit ook op flexibele aansluitingen. Als de motor dan heen en weer gaat, dan vangt hij eigenlijk nog de krachten op. Dus het is niet zozeer als je het motortje helemaal vastzet, ja, dan kan je eerder problemen krijgen doordat het allemaal te vast is. Het moet een beetje speling hebben. Nou, dan zetten we hem aan. Uiteraard is wat reclame voor mezelf. Het aantal draaiuren, dat was 2000, maar ja, dat is een klein beetje niet waar. 2000 uren had ik er gewoon bij opgeteld, stond leuker. In plaats van 2 uur en 13 minuten, zullen we zeggen. Programma is nu 0. 0 is het geheugenprogramma. Je kan in programma 1 tot en met 9 opslaan. En dan slaat hij het op onder programmanaam 0. Dus het eerste wat je ziet is eigenlijk je favoriete programma. En dan hoef je alleen maar op rood te duwen om te starten. In dit geval gaan we hem eerst even programmeren. We doen programma 1. En we drukken op rood. En dan zegt hij programma 1 is ingesteld. Kies het aantal minuten. Nou, staat hij nu op 20 minuten en stel dat wil ik meer. Hij gaat per 10 minuten omhoog. Maar je kan hem tot 24 uur laten draaien. Bij 120 minuten gaat hij met 60 minuten tegelijk. Zodat je niet eindeloos hoeft vast te houden. Zeg dat je bijvoorbeeld zegt 660 minuten. Nee, ik wil er 10 minuten af. Nou, dan haal je 10 minuten af of 20. Of je doet er weer 60 bij. Maakt niet uit. Je kunt instellen wat je wil. Met de rode knop bevestig je het aantal minuten. Nu kan je de snelheid kiezen. 0 is traag, 8 is hoog. Kies ik voor snelheid 5 of 6. Nou, laat maar 5 houden. De snelheid is nog niet helemaal zeker,
Want dat hangt een beetje af van het type servo. Dit type servo gaat gewoon op hogere snelheden kapot. Dus daar moet gewoon nog een ander servootje voor komen. We houden het even op snelheid 5. We bevestigen en dan zegt hij snelheid ingesteld. Bewaren programma, groen vasthouden. Programma is op 0 bewaard. Als je dus nu volgende keer programma 0 start, dan gaat het automatisch 690 minuten op snelheid 5 met programma 1. Zoals je ziet, hij draait. Hij draait niet alleen één kant op. Je kan hem met schokjes laten geven. Dat kan van alles. Nu ging hij dus de ene kant op. Hij wacht even en dan gaat hij weer eventjes de andere kant op. Dat is natuurlijk, dat ligt eraan hoe je het programma geschreven hebt. Het programma kan ook zelf geschreven worden. Maar in dit geval vrees ik dat ik er 9 programma's schrijf, erin zet. En dan is de kwestie van kiezen welke je het beste vindt voor welk materiaal. Dit is in ieder geval de Arduino Tumbler. Of die ooit op de markt komt, weet ik niet. Er is best wel wat werk in. Het zou mogelijk zijn om een soort bouwpakket van te maken op 1 februari op de detectordag in Gouda. Probeer ik te kijken of er een beetje vraag naar is. Mijn vermoeden is dat als het een soort zelfbouwpakket wordt, dus wel de onderdelen dat je dit deel zelf in elkaar zet en dat dit deel kant-en-klaar geprogrammeerd al is, dan vermoed ik dat dat zo rond de €80 zal zijn. Ik weet natuurlijk niet of daar belangstelling voor is, dus gaan we een beetje polsen. Het is in ieder geval ook iets dat je zelf kan zeggen van zoveel uur draaien enzovoort. Ik hoop dat jullie een beetje wijzer geworden zijn en het een leuk project vinden. En ik hoop dat jullie allemaal op 1 februari komen kijken op de detectordag in Gouda. En daar zal die ook te bewonderen zijn en te bekijken. En mag je er uiteraard mee spelen.